van werkpapier, zeg maar, om het zo mee op te nemen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Doe Maar Duurzaam. Het televisieprogramma over de ontwikkelingen en innovatie binnen de duurzaamheidsbranche. De Nederlandse bouwsector staat volop in ontwikkeling. En daarom staat het thema van vandaag ook in het teken van bouw. Van gevelisolatie tot mobiele verlichting. Maar eerst gaan we alles zien over het hergebruik van materialen. Wanneer men denkt aan sloopwerkzaamheden, denkt men al gauw aan overlast, lawaai en veel stof. Een stof die hier vaak bij vrijkomt, is asbest. Ad van der Plas van Schijfgroep laat zien hoe hij de overlast bij werkzaamheden met behulp van nieuwe machines en betere werkmethoden tot een minimum kan worden beperkt. Ook wanneer het om asbest gaat. Wanneer er asbestverdachte materialen in een woning of in een pand gevonden worden, zal er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd moeten worden. Daarmee kan de verplichte vergunning mee aangevraagd worden en de meldingen gedaan worden aan bevoegd gezag. De asbestsaneerder die SC530 gecertificeerd is, die kan dan saneren middels een werkplan wat van tevoren opgesteld wordt. En zo kan de woning of het pand asbestveilig of asbestvrij worden gemaakt. Op dit moment is er een nieuwe innovatieve manier om asbest te verwijderen. Dat heet het toepassen van het mini-containment. Met het mini-containment kan je bijvoorbeeld vensterbanken verwijderen, doorvoeren in woningen. Je kan kruipluiken verwijderen. In de industrie kan je bijvoorbeeld pakkingen verwijderen. Het is kostenbesparend. Het is veel minder overlast voor bewoners en gebruikers. Er is geen doucheprocedure meer en er zijn ook geen mannen meer met witte pakken en maskers op. En ja, op die manier is het veiliger en sneller en goedkoper om het asbest te saneren. Niet alles wat bij de sloop vrijkomt is gevaarlijk of slecht voor de gezondheid. Zo kan materiaal wat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden ook ingezet worden voor hergebruik en een tweede leven krijgen. Op dit moment wordt er bij sloopwerkzaamheden 98% van de materialen gerecycled. Dat kan dus door direct hergebruik of door het opwerken van die materialen die vrijkomen. Daarbij kun je bij beton denken het maken van granulaat, wat toegepast kan worden als grindvervanger in nieuw beton. Waar bijvoorbeeld ook de houten materialen die vrijkomen, die worden verspaand. Die worden toegepast in de spaanplaatindustrie of in de MDF-industrie, dus eigenlijk de plaatindustrie. En daarnaast kunststoffen, gipsen, glasmateriaalsoorten die worden omgesmolten en worden toegepast en als nieuw materiaal op de markt komen. Of je gaat over op een totaal andere werkwijze en dat is deskundig demonteren. En bij deskundig demonteren blijven de materialen heel. En die kun je dan of toepassen in dezelfde setting als waar ze oorspronkelijk voor zijn gemaakt of in een totaal andere setting. En de materialen die erbij vrijkomen, dat zijn onder andere deuren, sloophout, puien, kozijnen, trappen en diverse andere soorten materialen. De consument kiest steeds vaker voor sloophouten meubels, omdat men zich er terdege van bewust is dat als men materialen gebruikt in meubels koopt van nieuwe materialen, dat men daar invloed uitoefent op het milieu en voornamelijk de natuurlijke grondstoffen. En mede door het brede aanbod aan gebruikte materialen is er eigenlijk voor ieder wat wils naar wens op maat te maken. Waarbij men kan kiezen uit kasten, keukens, banken en tafels. Zonder dat men eigenlijk dus weer die invloed uitoefent op de grondstoffen, maar toch een uniek item op maat heeft. Dat is eigenlijk de reden waarom men steeds vaker kiest voor gebruikte meubels van sloophout. Er zijn verschillende oorzaken waardoor een woning veel warmte verliest. Zo kan er bijvoorbeeld 35% van de warmte verloren gaan via slecht geïsoleerde muren. Buitengevelisolatie is een duurzame oplossing om dit probleem tegen te gaan. Jan van der Kant, voorzitter van Technisch Bureau Afbouw, vertelt ons hier meer over.
Als mensen aan energiebesparing in hun woning willen doen, dan kan men heel goed voor buitengevel isolatie kiezen. Naar mijn mening is dat veel beter dan spouwmuurisolatie en dat geeft esthetisch een geweldig mooi effect aan en vernieuwing aan de woning. Het is daardoor ook veel duurzamer op termijn. Gevelisolatie wordt uitgevoerd door de bestaande ondergrond goed schoon te maken. Vervolgens ontstaat er een ondergrond waar een isolatieplaat kan worden opgeplakt. Als het een hoge laag is, dan wordt die zelfs geplucht met een schroef. Daarna wordt het afgewerkt met dezelfde specie waarmee men plakt. Vervolgens wordt daar een weefsel ingebed. En na voldoende droging wordt het geheel afgewerkt met bijvoorbeeld een hele mooie sierpleister. Daardoor krijg je een geweldige uitstraling van de woning. Nadat de isolatieplaten geplaatst zijn, kan men deze bepleisteren of wordt er een houten structuur aangebracht waarop de gevelbeplating geschroefd kan worden. Er kan gekozen worden uit diverse afwerkingen, sierpleister of gevelbekleding. Denk hierbij aan steenstrips, houten planken, vezelcementplaten of kunststofplaten. De isolatiewaarde van buitengevelisolatie is 5 maal zo hoog als spouwmuurisolatie. Voor de eigenaar levert buitengevelisolatie een hele hoge energiebesparing op, daardoor een hoger energielabel. En het kan heel gunstig zijn. De investering daarvan verdient zich binnen enkele jaren al terug. Bij het aanbrengen van de gevelisolatie gaat er geen woonruimte verloren. Daarnaast zullen er in de woning geen vochtproblemen meer optreden. Tijdens de werkzaamheden ervaart de bewoner weinig overlast, doordat zij het huis niet uithoeven. Ook is er geen na-isolatie meer nodig en stijgt de waarde van de woning. Er zijn vele mogelijkheden op het gebied van subsidies. Als je buitengevelisolatie toepast in combinatie met de andere isolatie, dan kan dat wel tot 30 euro de vierkante meter aan subsidie opleveren. Tevens kan er ook gebruik worden gemaakt van het 6% btw-tarief als de woning ouder is dan 2 jaar. Als woningeigenaar kom je bij de uitvoering van gevelisolatie in aanmerking voor een lening met een lage rente. Door te kiezen voor gevelisolatie krijgt de woning een mooie nieuwe uitstraling en wordt er bijgedragen aan een beter milieu. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website. Wanneer je je woning of pand wil laten verbouwen of renoveren, zijn de keuzes uit aannemers legio. Toch zijn er zaken waar je op kunt letten bij het maken van je keuze om zo tot een duurzame werkrelatie te komen. Suad El Marcous van aannemersbedrijf De Combi Amsterdam deelt haar visie hierover. Om de juiste keuze te maken van de aannemer zou ik een klant adviseren om bij verschillende aannemers in gesprek te gaan, open begroting aan te vragen, ook diverse open begroting. En wees duidelijk met je keuzes die je wilt maken. Een goede aannemer dient goed te luisteren naar de wensen van de klant. Een klant moet niet gezien worden als een nummer of inkomstenbron, maar als een mens. Een goede aannemer ziet de woning van de klant ook als eigen woning. Die gaat na het gesprek aan de slag gaan met calculatie en rekening houden met het budget en de kwaliteit. Na de eerste gesprekken zullen de open begroting aangevraagd worden door de klant bij diverse aannemers. Ik adviseer de klant om op regelniveau aan te vragen, want de openheid is heel belangrijk om vergelijking te maken tussen gebruikte materiaal en verrichte werkzaamheden. Nadat de keuze gemaakt is, zal een definitief bouwtekening gemaakt worden en ook werkplanning. Bij het maken van de keuzes moet de klant niet alleen maar focussen op het kostenplaatje, maar vooral bij het gevoel bij de aannemer. Blijf bij jezelf en dat geldt ook voor de aannemer. Want je gaat tenslotte een duurzaam werkrelatie met elkaar aan. Wederzijds vertrouwen, begrip en openheid naar elkaar toe. Want zo kan de aannemer uitwerken wat de klant wil. En dan kan de klant genieten van zijn of haar droomwoning. Nou, we gaan er even tussenuit voor de break. Maar we zijn zo weer bij je terug en laten we het nut zien van transparante rolluiken. Tot zo! Welkom bij het tweede gedeelte van Doe Maar Duurzaam. Zometeen zien jullie nog meer innovatieve oplossingen. Maar eerst gaan we kijken naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van damwanden. Het gebruik van stalen damwanden is in Nederland niet meer weg te denken.
Bij veel grond- en of waterkerende constructies is het toepassen hiervan een ideale oplossing. Naast de permanente plaatsing van damwanden worden ze ook in de vorm van bouwkuipen of hulpschermen tijdelijk ingezet. Welk type wanneer wordt toegepast, bekijken we vandaag bij IntraBV. Een damwand is een grond- en waterkerende constructie welke verticaal in de grond wordt geplaatst. En de losse damwanden, elementen, worden middels sloten met elkaar verbonden. Damwanden worden toegepast in Nederland op veel gebieden. Dus met name in rivieren, kanalen, geluidsschermen, dijkverstevigingen en ook als tijdelijke constructies. De damwanden kunnen we onderverdelen in twee soorten, namelijk koudgewalst en warmgewalst. Koudgewalste stalen damwand wordt geproduceerd door middel van een koudvervormingsproces, waarbij warm breedbandstaal, oftewel coils, wordt vervormd naar een damwandprofiel. Naast het koud walsen van damwand is er ook een mogelijkheid om koud gezette damwand te produceren. Dan legt men de plaat die uit de coil komt op een kantbank en die vervormt dan de plaat naar een damwandprofiel. Hierdoor is het mogelijk om voor elk project een eigen damwandprofiel te ontwerpen, wat aan de statische waarden en de wensen van de klant voldoet. Ook is het voor zowel kleine als grote partijen interessant om damwand koud te zetten. Het koud zetten van stalen damwand is ideaal omdat het een korte levertijd heeft en ook voor kleine series financieel interessant is. Een warmgewalste damwand wordt geproduceerd onder hoge temperaturen in een U- of Z-vorm. Een warmgewalste damwand is steviger ten opzichte van een koudgewalste damwand. Ook zit er meer staal in de sloten wat ze steviger en compacter maakt, wat ook weer de waterdichtheid ten goede komt. Warmgewalste stalen damwanden worden breed ingevoerd in Nederland voor tijdelijke en definitieve constructies. Afhankelijk van de manier van aanbrengen worden de damwanden als enkele of meervoudige damplank aangeleverd. Een grote voorraad is voor een betrouwbare leverancier van groot belang, omdat men dan kan inspringen op wijzigingen in ontwerp of calamiteiten. Met name wijzigingen, dat gebeurt de laatste tijd veel. Dat men gedurende het project toch op obstakels komt, waardoor de hele het werk omgegooid wordt. En daarbij moet er dan gelijk aanspraak gemaakt worden op de voorraad. Er is één fabriek gesloten, dat was een belangrijk leverancier voor de Nederlandse markt. Om aan de behoeften te kunnen voldoen van de klanten is er gezocht naar een samenwerking met fabrieken in Azië en in het Midden-Oosten. En vanuit daar worden momenteel de Z- en de U-planken aangeleverd. De besparing met damwanden zit met name in het feit dat je ze ook tijdelijk kan gebruiken. Dus bij de bouw van parkeergarages of kelders. Op het moment dat de bouwwerkzaamheden op maaiveldhoogte zijn, kan men die damwanden weer uittrekken en teruggeven aan de leverancier. Maar op het moment dat van tevoren niet helemaal bekend is hoe lang de bouwwerkzaamheden gaan duren, kan men ook voorafgestelde verkoop- en terugkoopprijs overeenkomen, zodat het risico voor de klant wordt beperkt. Bij de profielen IBO, MKU en VKZ kan men op het bestaande ontwerp 30% van het gewicht besparen. Als je bedenkt dat bij bijvoorbeeld een oeverwand 80% van de aanneemsom het staal is, en als je daar 30% op kan besparen, dan kom je aan een aanzienlijk bedrag. Daarbij komt dat gebleken is uit een ketenanalyse van stalen damwand dat CO2-uitstoot bij het koud vervormen van stalen damwanden ruim 8% lager is. Door damwanden te construeren van minder staal en deze te huren of te hergebruiken, kan er een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere toekomst. Veel bouw- en wegwerkzaamheden worden in de avonduren uitgevoerd, waardoor goede verlichting onmisbaar is. Vaak is er veel licht nodig, waardoor de installaties erg zwaar zijn, wat niet bijdraagt aan het gebruiksgemak. Spiros Kergiopoulos van L Systems Benelux in Scandinavië heeft hier een oplossing voor. Er was behoefte aan een professionele verlichting die gemakkelijk te vervoeren en te hanteren was. Dit heeft een vorm gekregen in een nieuwe verlichtingssysteem. De lamp zit gemonteerd in een doos samen met een elektrisch ballast en een ventilator die het systeem onder luchtdruk zet. Het is zeer eenvoudig in gebruik. Het duurt 15 seconden en zonder gereedschap. De gebruiker haalt de deksel af, stopt de stekker en de stopcontact, drukt op een knop en het systeem blaast zichzelf op. Het systeem wordt gedemonteerd binnen 60 seconden. De lamp
kan je aan en uit doen naar behoefte. En het vereist minimale tijd tussen afkoeling en opwarming. De lamp is erg zuinig en voorzien van 107 lumen per watt. De gebruiker kreeg meer licht tegen lage verbruik. Het zuinig en krachtige licht van 95.000 lumen verlicht een hele voetbalveld en vermindert daardoor de behoefte om meerdere lampen te gaan gebruiken. De levensduur van de lamp is 20.000 uur. De lamp wordt beschermd tegen stoten en ongelukken door de constructie van de luchtkussen. Hierdoor hoeft hij minder vervangen te worden en op die manier wordt ook het milieu minder belast. Wij hebben als bedrijf voor deze verlichting gekozen omdat de apparatuur makkelijk op te pakken is door één man ergens neer te zetten is en onder het werk nogmaals makkelijk door één man op te zetten of te verplaatsen is. Duurzaamheid speelt in de bouwsector een steeds grotere rol. Meestal denken wij hierbij aan het hergebruik van materialen en milieuvriendelijk bouwen. Echter kan men al veel eerder in het traject beginnen met het toepassen van meer duurzaamheid. Een voorbeeld van waar dit gedaan wordt is het energie-neutrale nieuwbouwpand van QNP, ICT en Telecom Solutions in Breda, dat gerealiseerd wordt door Heerkens van Bavelbouw en Madema Steigerwerker BV. Ralf Jansen legt uit hoe duurzaamheid in het gehele traject doorgevoerd kan worden. Duurzaamheid speelt zich niet alleen af op de bouwplaats, dat begint ook al in een veel eerder traject. Je kan denken aan paperless werken, daarmee bespaar je papier en inkt. Je kunt je processen wat beter vastleggen doordat je alles digitaal doet. Andere manieren van duurzaam werken kan je bekijken door bijvoorbeeld begrenzingen in te bouwen op de bedrijfswagens. Koude startbegrenzingen, toerenbegrenzingen, waardoor je de CO2-reductie terugbrengt en uiteindelijk geld bespaart op brandstof. Creëren in de bouw is het van essentieel belang dat je in een vroeg stadium met je opdrachtgever aan tafel gaat. Kritisch gaat kijken naar de planning, naar herinzet van materiaal. Dat je de opties gaat afwegen om bijvoorbeeld optimalisatie te doen in je transportbewegingen, waardoor je CO2-uitstoot gereduceerd wordt. Het is belangrijk om met grote zorg te monteren en demonteren. Dat resulteert in minder schades en dat resulteert weer dat materiaal vaker ingezet kan worden. Waarmee je ook faalkosten kan reduceren. Een bouwplaats is van oorsprong een levensgevaarlijke werkplek, die al sinds mensenheugenis veel levens heeft geëist. Het is daarom van groot belang dat deze zo veilig mogelijk worden gemaakt. Dat is wel zo duurzaam voor het werkend personeel. Gelukkig worden er tegenwoordig al tal van oplossingen gebruikt die een dodelijk ongeval tot een bijzonderheid maken. Elk project vraagt weer om een nieuwe benadering. Daarom is het belangrijk om dit te doen met ervaren bedrijven die ook het milieu voorop stellen. De ontwikkelingen van de technieken die gaan vrij snel, waardoor het toegankelijker wordt voor kleinere organisaties. Ik denk dat je als klein bedrijf ook bewust moet zijn van de impact die je hebt op het milieu. Paperless werken is een voorbeeld hoe je dat kan voorkomen. Duurzaamheid past binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen en gaat vaak gepaard met faalkostenreductie en financiële voordelen. Bij rolluiken denken we meestal aan een totale afsluiting van een locatie. Echter bestaan er ook rolluiken waar je doorheen kunt kijken. We zijn op locatie bij het Museum Scheveningen, waar Rob de Kort van Euroloop BV vertelt waarom transparante rolluiken niet alleen esthetisch aantrekkelijker zijn, maar ook nog voordelen bieden als het gaat om inbraakpreventie. Mensen vragen mij wel eens van, nou, waarom zouden men kiezen voor transparante rolluiken als beveiliging? En dat is eigenlijk een vraag die makkelijk te beantwoorden is. Bedrijven, instanties besteden veel geld, tijd en energie om hun ruimte commercieel aantrekkelijk aan te kleden voor de consumenten.
Als je dan een traditioneel stalen rolluik of metalen rolluik neemt, dan zijn die ruimtes afgesloten van de buitenwereld. Ik kan me er niet inzien. Het is toch zonde van alle tijd en energie die erin gestoken wordt. Daarbij, als je dan in zo'n omgeving loopt waar alles gesloten is, ja, dat is natuurlijk ook niet echt plezant om in te lopen. Dus esthetisch gezien heeft een transparant rolluik daar ook een enorme meerwaarde toe. Juist door die transparantheid wordt het extra veilig. Want voor een inbreker is het natuurlijk helemaal niet fijn als ze kunnen zien van buitenaf wat ze binnen aan het doen zijn. Dus ja, die transparantie, dat is dus juist een extra weermiddel tegen mensen met slechte bedoelingen. Naast inbraakweerbaarheid heeft het rolluik ook als eigenschap dat ze heel erg duurzaam zijn. Ze zijn gefabriceerd van hoogwaardig polycarbonaat en geanodiseerd aluminium. Wat heel goed bestand is tegen invloeden van buitenaf, UV-straling en dergelijke. Ja, zullen daardoor ook langer visueel of esthetisch goed blijven. Daarnaast heeft hij een heel laag geluidsniveau. Dus als die in gebruik wordt gesteld, maakt hij weinig geluid ten opzichte van de traditionele rolluiken, wat voor de omgeving natuurlijk erg fijn is. Dus qua duurzaamheid is het een heel erg goed product. Dit museum heeft gekozen voor het transparante rolluik omdat we ons bevinden in een oud schoolgebouw. Oorspronkelijk niet als museum gebouwd. En we hebben hier te maken met kostbare museale voorwerpen, schilderijen, sieraden die bij de Scheveningse klederdracht horen. En er is gewoon behoefte om die in een veilige omgeving te kunnen presenteren. En rolluiken zijn voor ons een ideale oplossing omdat het gebouw er toch transparant blijft uitzien. We staan hier in een beeldbepalend gebouw. Dit is een schoolgebouw uit 1877 en je moet natuurlijk aan bepaalde welstandsaspecten voldoen om hier verbouwing te kunnen laten plaatsvinden. En transparante rolluiken zijn voor ons wat dat betreft echt een ideale oplossing, omdat het gebouw er gewoon mooi blijft uitzien van buiten. Zo zien we dat een oplossing die op het eerste gezicht vooral esthetisch lijkt, ook zorgt voor inbraakpreventie en meer duurzaamheid. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe aflevering en laat ik jullie de mooiste oplossingen zien om het milieu te ontlasten. Tot volgende week!